Gezondheid is voor iedereen ongelooflijk belangrijk. En dus is een goede gezondheidszorg ook belangrijk. Maar we zien dat dat steeds duurder wordt en dus moet je goed kijken hoe je het organiseert. Wij willen een goed pakket voor iedereen en dat betekent dat wij de premie inkomensafhankelijk afhankelijk maken. En wij denken dat door die zorg heel dicht bij iedereen thuis te brengen, dat het daardoor efficiënter kan. De huisarts die moet veel doen. We willen veel wijkverpleegkundigen. We willen buurtzorg. We willen dat veel van die zorg heel dicht bij mensen komt. Zodat je veel minder naar het ziekenhuis toe hoeft. Want als je naar het ziekenhuis toe moet, dan wordt het duurder. Specialisten zijn duur en ziekenhuizen zijn duur. Wij willen de salarissen van specialisten, daar willen we op bezuinigen. Net zo goed als op de salarissen van directeuren van ziekenhuizen. Op die manier denken wij dat wij heel ver kunnen komen met een goed pakket voor iedereen. Als je dan ziek wordt, dan kan je op een goede manier ook behandeld worden. Andere partijen die doen dat anders. De VVD bezuinigt enorm op de zorg. Meer dan 7 miljard. Zo wordt er veel geld weggehaald bij de zorg... door mensen zelf voor veel behandelingen te laten betalen. Het pakket wordt veel kleiner. En daardoor stijgen de lasten voor huishoudens met 2 miljard euro. Tandzorg voor 18 tot 21-jarigen, dat gaat eruit. Gehoortoestellen. Gebitsprotheses, allemaal dingen die niet meer vergoed worden. Dus de premie voor het totaal wordt misschien wel lager, maar als je ziek wordt, dan moet je heel veel zelf bijbetalen. Bovendien gaat de huisarts vallen onder het eigen risico. Ouderen in verzorgingstehuizen die moeten gaan betalen voor hun woning. Dat moet in onze voorstellen ook, maar bij ons krijg je daar dan nou nog weer een toeslag voor. Bij de VVD kost dat al gauw een paar honderd euro per maand en er is geen enkele compensatie. De VVD bezuinigt zo'n 700 miljoen op verpleeghuizen voor zowel ouderen als voor geestelijk gehandicapten. Maar de VVD wil de lonen voor specialisten niet beperken, maar de salarissen van personeel in de collectieve sector, die wordt alleen maar gekoppeld aan de inflatie tot en met 2015. Ook het CDA bezuinigt 700 miljoen op verpleeghuizen. En ook bij het CDA worden de salarissen van personeel in de collectieve sector alleen maar gekoppeld aan de inflatie tot en met 2015. Het CDA is een groot voorstander van verdere marktwerking. Wij willen op dat punt juist pas op de plaats maken. Eerst kijken of het werkelijk functioneert. En tenslotte gaat het CDA vreemd kapitaal introduceren. Dat betekent dat winst maken een factor wordt bij de zorg. Wij vinden dat het bij de zorg vooral moet gaan om het beter maken van mensen en niet om het maken van winst. Gezondheid is voor iedereen van het grootst mogelijke belang. Daarom zou ik zeggen, kijk heel goed naar wat de partijen op dit punt te bieden hebben.